Een historische verkiezingsuitslag. Nog niet eerder werd de PVV zo groot. En ook de nieuwe partij van Pieter Omtzigt behaalde een monsterzege. Wat dit betekent voor een mogelijk nieuwe regering bespreek ik met minister van Staat Piet Hein Donner. Hier bij mij aan tafel. Welkom, meneer Donner. Hallo. Wat dacht u toen u woensdagavond de exit poll zag? Ja, in eerste instantie de reactie die iedereen waarschijnlijk heeft gehad. Verrassend. Zonder meer ook zorg van en hoe moeten we hier nu uitkomen. Was het een politieke aardschok, wat u betreft? Dat zie je vervolgens naarmate je meer informatie krijgt. Ik heb ook weer niet de indruk dat het een aardverschuiving is die men er graag van wil maken. Waarom niet? En ik vrees dat de wijze waarop we ermee omgaan wel een aardverschuiving kan veroorzaken, maar dat dit dat zeker nog niet is. En het gaat dus vooral, hoe gaan we hier nu mee om? Nou, daar willen we het met u over hebben. Ja. De verkenning is begonnen. Morgen gaat de verkenner die is aangewezen, de heer Gon van Strien, eerste Kamerlid van de PVV, aan de slag. U bent zelf informateur geweest in 2002, het kabinet waar de LPF deel van uitmaakte, die toen enorm groot werd bij de verkiezingen. Waar vindt u moet de heer van Strien beginnen morgen? Nou, zoals bij dit soort discussies iedereen moet beginnen, is even alle partijen vragen. En hoe denkt u nu dat het verder moet? En hoe zou u, wat is uw advies op dit punt? Was het voordeel van de oude methode dat waarschijnlijk die ronde dan nu al afgerond zou zijn? Mm-hmm. En dat we die adviezen gepubliceerd hadden. U bedoelt dat, met de koning, hè? Want met de koning, en dat onttrekt zich nu aan de waarneming. En dat betekent dat we dus pas eind volgende week of de week daarna een advies hebben over deze ronde. Mm-hmm. Ja. Voor een deel is het ook wenselijk dat alles iets kalmeert. En ook de stemmingen. Dus in die zin is het niet gek dat je wat tijd neemt. Maar ik ben bang dat dit moet nu wel op een vaardige wijze voortgezet worden. Ja. En dat betekent eerst eens alle partijen vragen. En hoe moeten we nu verder? Mm-hmm. Dat is niet van wat doet mijn partij, maar hoe moeten we met dit systeem verder? Vond u daarmee dat de VVD een beetje voor de beurt sprak afgelopen vrijdag, toen de VVD-leider Dylan Jessogus zei, wij gaan niet mee regeren, hooguit willen we deel uitmaken van een gedoogconstructie. Maar voordat de verkenning al begint, maken wij duidelijk, voor ons geen regeringsdeelname. Ik kan moeilijk treden in wat anderen doen, maar ik denk dat het niet de meest handige stap is die je in deze fase kunt nemen. Omdat je die vraag is nog niet aan de orde. De vraag is nu aan de orde. En hoe meent u dat we dan verder moeten? U vindt dat mevrouw Jessogus iedereen gewoon deel uit moeten maken van deze gesprekken? Dat is vervolgens, dat komt aan de orde vervolgens in de gesprekken van een verkenner. En die zullen ook primair zijn van, luister eens, u heeft met z'n allen heeft u aan verkiezingen deelgenomen. U heeft met z'n allen een programma en heeft u kiezers die achter u staan, die graag willen dat er bepaalde doelen gerealiseerd worden. En dan moeten we het wel met deze uitslag doen. Ja. En nogmaals, er is met deze verkiezing wel een drempel overgegaan. Tot nu toe werd er vaak gedaan, nou ja, een stem op de PVV is een verloren stem. Dat is een stap, een drempel die nu is overgegaan. En dan zal men daarmee moeten werken. Ja. Want dit is de uitslag zoals die er is. En moet je niet zeggen, nou ja, hier kunnen we niks mee doen. Ga maar weer terug. We willen graag een andere uitslag hebben waar we beter mee kunnen werken. Het interessante is, in 2002 had u met dezelfde situatie te maken. Hè? Met een VVD die na de verkiezingen in eerste instantie zei, onder leiding van Gerrit Salm toen, ons past geen regeringsdeelname. Ook toen verloor de VVD bij de verkiezingen. U kreeg hem uiteindelijk toch aan tafel, want de VVD maakte deel uit van dat kabinet. Hoe heeft u dat toen voor elkaar gekregen? Dat moet je ook achteraf, moet je dat niet willen vertellen. Maar de eerste stap is dat je buiten iedere publiciteit om eens even bij de heer Salm langs bent gegaan. Dat u hem bij u had uitgenodigd? Daarom, wij woonden bij elkaar in de buurt en dan kan je makkelijker, kun je even bij elkaar langs gaan. Is dat een advies ook aan de heer van Strien? Ik heb wat dat betreft geen adviezen, maar nogmaals, het gaat er nu om. De verkiezingscampagne is voorbij. De test van het systeem is nu, kunnen wij met de voordelen die ons systeem heeft,
een antwoord vinden op de groeiende zorg bij een aantal mensen die nu tot uitdrukking komt in deze uitslag en waar we tot nu toe kennelijk geen adequaat antwoord op gevonden hebben. Nee. Dat is de test die je nu moet hebben. En dat doe je niet door de tegenstellingen voortdurend aan te zetten, door elkaar te verketteren en het op een krachtmeting aan te laten komen, maar nu eerst het een kans te geven. Ja. En dan kunnen we daarna wel verder zien. Maakt u zich zorgen om de bestuurbaarheid van Nederland? De bestuurbaarheid in die zin wat minder. Er blijven belangrijke vragen steeds langer liggen. Dat is onmiskenbaar. Mm-hmm. Bestuurbaarheid, we hebben een kabinet. Demissionair, dat is waar. Ja, demissionair, we hebben een kabinet. En hoe langer dat zit, des te minder, meer zaken worden niet demissionair, omdat ze gedaan moeten worden. Maar de verkiezingsuitslag liet toch wel zien, meneer Donner, dat een groot deel van Nederland niet zo blij is met het kabinet? Nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk, maar desondanks is er een regering. En is er een kabinet, dus dat is de vraag op de bestuurbaarheid. Mm-hmm. Maar ik mij meer zorgen over maak is dat het vertrouwen dat dit bestel een antwoord kan vinden, dat dat erodeert. En dan komen er ook op den duur vragen over de rechtsstaat aan de orde. Mm-hmm. Want dan ga je hebben, kan ik dan de grenslijnen veranderen? En dat, denk ik, is veel gevaarlijker. Derhalve, de test is, kan dit systeem hier nu een antwoord voor vinden? Ja. En dat begint met serieus nemen de uitslag zoals die er is. Vindt u dat de middenpartijen, de partijen die de afgelopen jaren onderdeel van de macht zijn geweest, zich deze verkiezingsuitslag mogen aanrekenen? Er zijn natuurlijk veel problemen in het land niet opgelost, hè? Kijk naar de woningcrisis, stikstofprobleem. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Vindt u dat die middenpartijen serieus in de spiegel moeten kijken? Natuurlijk, alle partijen moeten serieus in de spiegel kijken. Ik denk ook dat het niet zozeer is dat men geen oplossing heeft gevonden, maar dat men niet overtuigend heeft kunnen uitleggen waarom bepaalde oplossingen geen oplossing zijn en waarom men bepaalde richtingen uit moet gaan. Maar dat we voor een aantal vragen staan die pijnlijk zijn, die vrij ingrijpend kunnen zijn in het leven van mensen. Ja, dat moet je of uitleggen of je moet er wat aan doen. Ja. Nou, ik vraag het ook omdat eigenlijk is dit verhaal met de opkomst van de LPF 20 jaar geleden min of meer hetzelfde, zouden we kunnen zeggen. Hè? Dat je ziet dat het vertrouwen van de kiezer in die middenpartijen lijkt er in elk geval op aan het afnemen is. U bent zelf ook lang bestuurder geweest, onderdeel uitgemaakt van veel regeringen. Ja. Voelt u ook enige verantwoordelijkheid voor die erosie die we misschien zien in het vertrouwen van de kiezer richting bestuurders? Uiteraard iedereen die erbij betrokken is, maar ook de burgers hebben in die zin, hebben ieder daar hun rol in. En die heb ik voor een deel ook gehad. Mm-hmm. Tegelijkertijd, de gedachte dat je alles kunt voorkomen door eerder wat anders te doen, bestaat alleen achteraf. Op het moment zelf moet je het doen met de omstandigheden zoals ze zijn. Ja. Net zoals men dat nu zou moeten doen met deze uitslag. Wat denkt u dat partijen als de PVV, de NSC van Pieter Omtzigt, de BBB in staat zijn om het vertrouwen wat veel kiezers die op hen hebben gestemd kwijt zijn geraakt, als zij straks inderdaad onderdeel uitmaken van een nieuwe regering, nieuw kabinet, zullen zij in staat zijn om dat vertrouwen weer terug te geven wat die kiezers verloren zijn? Het begint niet met dat ze in een kabinet zitten. Het begint nu met de formatie die voor de deur staat. Daarin, en in die zin is die uitslag niet zo ongelukkig, ligt het initiatief nu bij Wilders. Die heeft allerlei signalen gegeven dat hij over grondwettigheid, over verbindendheid, mm-hmm, over de tegenstelling niet opzoeken en premier zijn voor iedereen. Ja, dan begin je met hem op dat punt te zeggen, goed, leg nou eens uit wat je er precies mee bedoelt. En wat kun je ook inderdaad dat? Dat is de test die nu voor ligt. En daar kan hij alleen maar laten zien dat hij het overtuigend wel kan. En toch zijn kiezers bij zich houden. Of dat hij daartussen moet kiezen. En dan wordt de vraag, voor wie kies ik? Ja. En wat verwacht u? Stel dat inderdaad Geert Wilders premier wordt. Er is van veel kanten kritiek geleverd op zijn verkiezingsprogramma. Hoe ziet u dat?
Maakt u zich bijvoorbeeld zorgen om de rechtsstaat als een kabinet komt met iemand die verschillende punten in zijn programma heeft staan die als ongrondwettelijk zijn omschreven? Dat klopt, maar kijk, als ik afga op de programma's van partijen, dan zijn er meer waar ik grote zorgen over heb. Het gaat er nu primair om, als hij premier is, maar dat is pas de fase daarna. Het gaat nu eerst op hoe wordt hij dat? Stel dat hij uiteindelijk premier wordt van een kabinet wat alleen maar VVD en CDA-beleid uitvoert en dat met succes doet. Mm-hmm. Dan kan je daar geen bezwaar tegen hebben. De vraag is dus, waar staat hij straks voor? En hoe komt hij daar? En als hij daar niet komt, zijn dan zijn kiezers ook overtuigd dat hij er niet toe in staat is. Dat de anderen allemaal van mening zijn dat hij er niet toe in staat is, dat is duidelijk. Nou ja, binnen NSC en de VVD, dat hebben we de afgelopen dagen ook gezien, is er veel discussie of ze wel in een regering moeten stappen met de PVV. Je ziet overigens dat de kiezers van beide partijen, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag, in grote meerderheid daar voorstander van zijn. Maar goed, de VVD heeft dus zelf al laten weten niet met Wilders te willen regeren. Bij de NSC is daar nog veel discussie over. Wat vindt u? Want het doet ook een beetje denken aan het jaar 2010. Hè? Toen het CDA voor die grote vraag stond, moeten we in een gedoogconstructie met de PVV gaan. Wat is uw advies voor nu, voor de huidige leiders? In ons bestel, waarin je weet dat het vrijwel uitgesloten is dat een partij een meerderheid krijgt, dan doe je aan verkiezingen mee met de inzet om met de uitslag die er is te zorgen dat je zoveel mogelijk van het beleid realiseert dat je wilt. Mm-hmm. Dat kun je de discussie niet beginnen. Ik ga alleen praten op mijn voorwaarden. Dat kan je alleen doen als je een meerderheid hebt. En ook dan moet je het niet doen. Maar als je een minderheid hebt, zul je met anderen samenwerking moeten beginnen. En hoe meer we alle discussies trekken in uitsluiten, tegenstellen, krijgen we alleen maar verkiezingen die die tegenstellingen groter maken. Mm. Dat is geen democratie. U vindt dus eigenlijk dat een partij als de VVD en ook de partij van Pieter Omtzigt hun verantwoordelijkheid moeten nemen? Moeten nu eerst beginnen met praten. Dan kan er altijd nog blijken dat uiteindelijk er geen resultaat is waar ze met opgeheven hoofd uit kunnen komen. Ja. Maar eerst begin je in dit systeem met praten. Want anders moet je er niet in meedoen. Uw grootvader, Jan Donner, ook minister van Justitie geweest, was in 1929, kreeg hij de vraag of de ARP, de partij waar hij toen deel van uitmaakte, mee moest gaan regeren. Weet u nog wat zijn antwoord was? Nou, de vraag was niet of de ARP mee moest regeren, want daar was Colijn voor verantwoordelijk. De vraag is of hij toe zou treden tot het kabinet. Als minister. En toen zei hij van ja, als het mot, dan mot het maar. Deelt u die opvatting nog steeds? Als het mot, dan mot het? Ik denk nog steeds dat, heb ik ook steeds gezegd, als de kerk of de staat je iets vragen, moet je goede argumenten hebben om nee te zeggen. Helder. Mag ik u hartelijk bedanken voor uw komst en voor dit gesprek. Dank. Meneer Donner. Bedankt voor het kijken en vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. En je kan natuurlijk ook een comment achterlaten of even liken. Je moet toch ook durven erkennen dat je fouten hebt gemaakt. Durven erkennen dat het echt, dat het beleid was om mensen te vermalen in de toeslagenaffaire. Dat was geen foutje, dat was doelbewust.